restaurant niet zal zijn, bent u niet bang dat het andere restaurant gaat naar het binnenland. Luister, iedereen kent Bouters. Bouters is altijd naar het binnenland gegaan. Waar deze mensen die nu in de regering niet gaan, Bouters kent het heel binnenland. Altijd is zijn leven zo geweest. Vaak is hij weg geweest. En dat is het. Ik weet niet wanneer hij terug is. Hij zal terugkomen. Hij zal een dag terug moeten komen. Alleen weet ik niet wat. Dat is Bouters. Dus ik heb begrepen dat meneer Boutersen niet thuis is. Niemand weet waar hij is. Ik heb u ook gezegd, als mijn man naar het binnenland gaat, iedereen hier weet dat Boutersen meer in het binnenland is dan hier. Ik weet niet wanneer hij komt, maar misschien is hij er misschien straks of morgen. Dat, ik heb je gezegd, ik weet het niet. De nomino sapade. Misschien komt hij straks. Komt u weg. Ik ben mijn cliënt, ik kom me afleveren. Met welke cliënt bent u als eerste hier? Dende zal naar binnen. Ik ga nu met meneer Jeffrey en meneer Brandon. Meneer Jeffrey, u bent best wel ontspannen. Pepperoni. Nee, kom hier. Kom hier. Geen reactie, meneer Jeffrey? Wil je opgesloten worden? Nee, ik zie u lachen en het lijkt alsof u een beetje... Nee, maar wacht even, ik moet huilen. Nee, ik zeg u niet wat u... Ik vraag u. Ik vraag u of u ontspannen bent of niet. Net zo revolutionair als de Nintuta. Meneer Jeffrey, wat is uw hoe voelt u zich? Ik ga je liever geen antwoord daarop. Niet goed dus. De heer Jeffrey en de heer Brandenstein die worden begroet door de heer Kanhai. Meneer Jeffrey, wat gaat er op dit moment in u om? Wat moet er in me omgaan? Johan. Weinig woorden van uit de mensen die zich aanmelden. We hebben het over de heer Jeffrey en de heer Brandenstein die worden begeleid om hun straf uit te zitten hier te Santa Boma. We hebben eerder begrepen dat de heer Bouters zich niet zal aanmelden. We zitten natuurlijk even hier af te wachten. En ze worden op dit moment naar binnen begeleid door de advocaat, de heer Erwin Kanhai. We begrijpen dat de heer Dindu zich reeds heeft aangemeld en zich al in de inrichting bevindt. Die is voor 9 uur hier aangekomen. De grote vraag is nu, waar is uw cliënt Boutersen? En u verwacht dat ik u ga zeggen waar hij is? Ik ken u als een eerlijke man. Ja, ik ga hem nu halen. Dus u gaat Boutersen nu halen? Als je dat van me verwacht, ga ik het doen. Nee, ik vraag het aan u. Ik ken u als een eerlijke advocaat. Dus.
Ik verwacht een eerlijk antwoord van hem. Ik ga eerst met hem praten en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Heb je wel contact met hem? Dat ga ik niet zeggen. Ik ga je niet zeggen als ik contact onder. Hoe ik dat doe met mijn cliënten. Het maakt niet uit als het Nomery Bouterse is of iemand anders. Hoe ik dat contact onderhoud, ga ik niet zeggen. Er zijn zoveel cliënten van me hier met wie ik contact onderhoud op een bepaalde wijze. Maar ik ga u niet zeggen hoe ik dat contact onderhoud toch. Je gaat hem in elk geval binnenbrengen. Ik ken hem niet anders. Ik ken hem als iemand die zijn hoofd buigt voor wet en recht. Anders ken ik hem niet. Lukt dat vandaag nog, denkt u? Ik hoop het. Ik hoop het. We hebben vernomen dat de boter zo niet gaat. Nee, hij gaat niet. Hij is er niet. Hij is al een paar dagen geleden vertrokken naar het binnenland. Maar hij kan net zo goed straks komen, ik weet het niet. Ik heb totaal geen contact met hem. Maar hij gaat niet dus, hij gaat zich niet aan. Nee. Misschien komt hij en hij meldt zich nog aan, ik weet het niet. Bouterse is goed waar hij is. Ja. Mijn laatste woorden tegen Bouterse waren, Des, zorg voor jezelf, kijk goed naar jezelf, blijf gezond, want je komt sterker uit de strijd. Hij is echt niet binnen. Wil je gaan kijken?